Mensen, goeiedag. Leuk dat jullie even naar deze video kijken. In deze video ga ik jullie vertellen over twee nieuwe Rosemeyer producten die sinds kort op de markt zijn gekomen. Twee handige dingetjes vind ik zelf. Vooral de eerste. In mijn tackerbox heb ik altijd losse doosjes liggen. Doosjes met sliefjes, doosjes met splitteringen, worteltjes, noem het maar op. Ik kan zo gek niet bedenken of het ligt slingert wel ergens in mijn box. Het is eigenlijk niet opgeruimd. Als ik nou even iets nodig heb, moet ik eerst al die bakjes doorzoeken en dan uiteindelijk vind ik het doosje wat ik nodig heb. Is niet handig. Het is niet netjes. Er moest gewoon iets op komen. We hebben daar nu uiteindelijk bij de Rosemeyer Bits Box opgevonden. En wat is nu de Rosemeyer Bits Box? Dus dit doosje. Niet heel groot, 16 bij 10 bij 5 centimeter en onderverdeeld in 16 compartimenten. 8 per zijde. Nou, wat houdt het in? Ik ga het laten zien. Als je hem opent, onderkant los trekken en hij gaat vanzelf al open. En zoals je ziet is de Rosemeyer Bitsbox onderverdeeld in 16 kleine vakjes. Nou, elke helft is afgeschermd met een plastic sluitertje. En ik heb hier alvast een indeling gemaakt met wat sleeves en wat spelden. Die ik eigenlijk altijd bij me wil hebben als ik het water op ga. Want voor de ene onderlijn heb je een kleine sleeve nodig, voor de andere weer een grotere. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de spelden. Dus hoe krijg je hem open? Er zit hier een knopje. Nou, je zal zien, als ik erop druk, schiet hij eigenlijk gelijk open. Er zit een veertje aan deze kant, die duwt het dekseltje gelijk open zodra het veertje gedrukt wordt. Nou, 8 compartimentjes aan de ene zijde en 8 aan de andere. Heb je spulletjes gepakt, is het simpel even dichtdrukken en je ziet, er gebeurt helemaal niks meer mee. Als je klaar bent, simpelweg het doosje dichtduwen, clipje erop en dicht. Uiteraard in de zwart-rode kleur van Rosemeyer. Het is eigenlijk een heel handig doosje, wat hij op vrijwel iedereen kan gebruiken. Andere product wat we nu erbij hebben, is de Rosemeyer Rigs & Leader Spoolbox. En deze is geschikt, of moet ik het goed zeggen, hier zitten 6 losse spoelen in. Nou, wat kan je hiermee doen? Wanneer je van tevoren naar de waterkant gaat, maken de meeste mensen hun rigs altijd. Denk aan een Carolina rig, denk aan een dropshot rig, maar ook onderlijnen voor het snoeken. Je kan ze gek niet bedenken. Alles kan hierop. De rigbox heeft op 2 punten magneetsluitingen, daar maak je mee open, en vanzelfsprekend sluit hij zichzelf weer. Deze spoelen zijn eruit te halen en bij de rigbox zit een zakje met speldjes. Speldjes gebruik je om je onderlijnen vast te zetten op de spoel. Je zet de haak op de spoel, je draait je onderlijn erop en met behulp van het speldje zet je de onderlijn vast op de spoel. Nou, nadat je dat gedaan hebt, is het simpel de spoel terug in het bakje. Zit voor elke spoel zit er hier een uitsparing waar de spoel precies op past. Hij blijft dan ook netjes zitten. Spoeltje dicht en in de tas mee. Wat je eventueel ook kunt doen, we komen met een aantal nieuwe tassen op de markt, waaronder tassen voor de streetfishing. En die tassen voor de streetfishing, die zijn geschikt voor deze spoelen. Op die tassen hebben we bevestigingspunten zitten waar je 1, 2 of 3 van deze spoeltjes aan kan zetten. En aan je tas kan knopen. Dat betekent dat je dus deze spoelbox niet mee hoeft te nemen. Je haalt er gewoon 2 of 3 uit, knoopt ze aan je tas en je neemt ze mee tijdens het vissen.
Dus, resume. Twee nieuwe producten. De Rosemeyer Spoolbox. Met 6 spoeltjes erop. Waarmee je verschillende richts kan knopen. En de Rosemeyer Bitsbox. Vooral je klein materiaal. Nou, mocht je nog vragen hebben over de Rosemeyer producten, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan me benaderen op Facebook. Of eventueel onder deze video. En voor het leuke video, like hem dan even. Zou ik heel leuk vinden. En ja, ik hoop jullie de volgende keer weer te zien met uitleg over ander materiaal. Misschien een keer aan de waterkant. We gaan het zien. Tot ziens!